Een wedstrijd die het toe doet voor beide. Het zonnetje is zojuist een beetje tevoorschijn gekomen. Het was even weg. Zou er wel eens kunnen zijn dat er een spatje valt zo dadelijk. Maar we mogen over de temperatuur niet klagen als het over voetbaltemperatuur gaat. Hey, ik dacht dat we dat vuurwerk nou wel gehad hadden een week geleden. Maar het schijnt toch nog niet overal helemaal op te zijn gemaakt. Hij in de spits, Boeren. Boldrikus is er niet bij. Er zijn zo links en rechts wel wat ziektegevallen. Ja, ik kan toch wat liggen. We mogen dadelijk nog een minuut stilte. Natuurlijk de nagedachtenis aan Pelé. Maar bij Cambuur ook één dezelfde minuut aandacht aan Alexander Jansen, die onlangs op 96-jarige leeftijd overleed. De oudste seizoenkaarthouder. Een prachtige minuut stilte voor Alexander Jansen en ook voor Pelé. Dat is een leuk begin voor de heren. Zouden ze dat zelf hebben opgehangen? Je weet het niet. Ik denk in ieder geval wel scheef. Benamar, de vrije trap. En Mbuyamba. Dat is een goede bal van Mbuyamba. Op Merkin, die heeft de tijd, de vrijheid en heeft hij ook het inzicht om een goede bal te geven. Dat heeft hij! Het is 1-0 voor Volendam en het is Olcik die hem maakt. Het is een keurig uitgespeelde aanval. Bilal Olcik maakt het af in de 8e minuut. De loopactie is goed. De paas van Merkin is prima. Komende mensen zijn het lastigst te verdedigen. Een droomstart voor de mannen van Jonk. Weer Mbuyamba met de lange bal nu op Muren. Muren is sneller. Muren, die bal gaat binnen. Het is 2-0 voor Volendam. Ha! En Muren juicht niet omdat het wellicht is dat hij dat tegen een ploeg doet waar hij alles gespeeld heeft. Oei, wat een nachtmerrie ontvouwt zich voor Ulte hier te zijn. Weer zo'n lange bal van achteruit. En dit keer komt de artiest in de Muren naar boven. Kijk, kijk en kan hem precies op tijd onderkant lat tikken. Wat een start voor Volendam. En weer daar bij de achterlijn en nu niet goed uitverdedigd. Cambuur dus in de problemen. En die problemen nog niet opgelost. Handje eraan van Virginia. Van Wermerskerken er dus uit. Daar gaat Schmid voor spelen. Volendammer Tol eruit. En daar komt de jonge Sman te spelen. Het is voor beide teams lastig om er een beetje lijn in te krijgen in deze fase. Cambuur heeft dat moeilijk en moet dat doen. En voor Volendam komt het niet zo nauw, 2-0 voor. Nu dan, 4 tegen 4 aan de rechterkant van de water met wat ruimte. Maar die bal moet er wel komen. Wordt hij van de sokken gelopen? Ja, dan is het in ieder geval nog een vrije trap. Breij kwam niet tot een schot. Maar hij fluit. Breij en Hoedemakers. Ja, en de rebound er niet in. Oh. Stankovic stopt. Als je van dichtbij zo'n kans krijgt en die niet weet te benutten.
Helder rol natuurlijk voor Stankovic. Met Bangura die ook wat meer naar voren speelt. En moet hem nu aan de linkerkant geven. Bangura, dat doet hij ook naar Smit. Blijft Smit rustig. Nee. Het is wel een spits hoor. Als hij het doel ziet, schiet hij. Die bal snel gegeven en uiteindelijk in de handen van Stankovic. De boeren probeerden daar nog wat, maar kon er net niet bij. U hoorde de speaker Oscar Rasmussen zeggen, maar het is zijn tweede naam Rasmussen Buur. Hij wil zelf Buur genoemd worden. Deen dus vervangen door Plat. Brian Plat. Hier aan de rechterkant Oristanio. Goede bewegingen zou kunnen schieten nu Oristanio. Ja, doet dat ook. En beste mogelijkheid voor Volendam sinds een hele tijd. Had zomaar de wedstrijd in de slot kunnen gooien. Want 2-0 is al een heel lastig kwijt. Maar 3-0, dat was het helemaal gedaan geweest. De halve omhaal mislukt. Het is ook geen hens van Benamar. Al zouden ze dat hier in Leeuwarden wel graag willen. Cambuur zet nog eens aan. Er is nog een dik half uur te spelen. Dus waarom ook niet. Hakje. Zou er geweest zijn. Hier Van der Water. En dan het hakje van Boeren. Benamar gaat op de grond liggen, maar de vrije trap is voor Cambuur. De eerste omhelzing was van Benamar. En daarna kreeg hij hem terug van Boeren. Kan Cambuur uit deze situatie dan terugkomen? Van der Water? Nee, Stankovic. Bangura. Was dat nodig, die bal daar terughalen van de water en dan houdt hij de bal niet binnen. Oristanio Bangura die omhelst hem. En krijgt daarvoor een kaart. En Oristanio wil meer dan geel, zo te zien. Kijk eens naar de doelscheids. Muren eraf. En die krijgt een applaus. Dat is mooi. Heeft hier in de seizoenen dat hij speelde ongelooflijk veel fijne indruk gemaakt. En deed dat ook toen hij scoorde. En de man die komt hoeft op minder steun te en rekenen, Veerman. Dat speelde bij de vijand, hè? Bij Heerenveen natuurlijk. Ja, die is binnen. En dan lijkt het gedaan. Zo. Hoe effectief kun je invallen? Ja, nou niet langs je voetbalschoenen gaan lopen, joh, straks. Ja, we brachten Veerman in vanwege die vrije trap. Maar het is van 0-2, 0-3. Het is gedaan. Virginia zweeft in het luchtledige, want daar is de lange Veerman. Die kan hem lekker binnenknikken. Er is eentje op het veld te gaan lopen aan de rechterkant. En nog een aan die... Nou, echt snel zijn ze niet.
Blad. Nou, verre hoek. Of hij laat het over aan Veerman. Die had hier zijn invalbeurt nog meer cachet moeten geven. Virginia. Weet dat te voorkomen. Want bij 0-3 waren we gebleven. Veerman kopte de vrije trap van Eiting binnen. En had hier... Ja, moeten scoren. Jong blij. De hele staf en de wissels en de gewisselden bij Volendam zijn opgetogen. Bilal Ulcik, Muren en Veerman, de doelpuntenmakers. En Veerman had er zojuist nog één moeten maken. Werk aan de winkel voor Sjors Ulte. En bij Volendam alleen maar blije gezichten. En Muren herkent natuurlijk nogal wat oud-collega's hier in Leeuwarden. Cambuur nu helemaal onderaan in de Eredivisie. Want Volendam met die drie punten die het pakt, wipt het over Cambuur heen.